Muric. Er is driedubbele dekking, toch komt hij er langs. Dekkers mist. En via het hoofd van De Jong noteren we de eerste kans voor Jong Ajax. Geen buitenspel. Sivkovic. Ja. En zo'n kans is aan hem dus wel besteed. Het is 1-0 voor Jong Ajax in de 14e minuut. Scoorde vorig seizoen 2 keer in de thuiswedstrijd tegen VVV. Toen won Ajax met 4-0. Tjerny kijkt naar Bakker. Bakker neemt hem goed mee. Tjerny ligt op snelheid. Komt er langs bij Sevinch en Dekker zit mis. Nu de voorzet nog en iemand die het afmaakt. Of maakt Tjerny het zelf af? Nee. Dat had Clement mogen doen, maar die schuift hem zo in de handen van Jordi Dekkers. Hier gaat Paulussen, de deur gaat ineens wagenwijd open voor Paulussen. Nee, voor Seuntjens. Maar dan, zegt Lindhout, Paulussen wordt dusdanig gehinderd door Van Brugge dat er een rode kaart komt en een penalty. En dan Van Brugge, die Paulussen niet lijkt te raken. Seuntjens dus. En die schiet hem rechtdoor voor 1-1 binnen. Zo snel naar rust, de gelijkmaker. Missertje van Clement. Paulussen stuit op Owusu. En uitverdedigd via Clement. Daar gaat Sivkovic. Is hij sneller dan Bubalda? Ja. Voorlangs bij Sevinch. En goal van Sivkovic. Dat is fraai werk, zeg. Schitterend gedaan. En Ajax met zijn tienen weer aan de leiding. Ja, echt een indrukwekkende actie van Sivkovic. Paas van Muric. Bubalda mist. Dan moet hij volle bak voorlangs bij Sevinch. En is die linker van hem dodelijk. Zeer fraai gedaan. Hier etaleert Sivkovic zijn klasse. Laat hij zien wat hij allemaal in huis heeft. Als VVV aanvalt. Resida is er langs bij Dankerlui. En 2-2. De gelijkmaker van Torino Hunte. Ajax bezwijkt nu onder de druk, waarna Hunte de 2-2 kan aantekenen. Het begint via de rechterkant waar Resida er langs snelt. Hunte tikt hem wel binnen. Nijholt. Minuutje of 4 nog te gaan. Kan VVV de Amsterdamse muur slopen. Reactie van Hunte raakt hier de paal, zeg. Daar was bijna de 3-2. Van Torino Hunte. Akolatse geeft Bubalda een klein zetje. Een minimaal zetje. Bubalda uit balans. En dan Akolatse ook op de paal. Goeie genade. Twee uitermate fraaie acties, zeg. Bijna 2 goals. Maar er verandert niks aan de stand van 2-2. Dit is echt geweldig gedaan door Akolatse. En dit is meer op wilskracht. Hunter die je valt, opkrabbelt, uithaalt en ook het aluminium raakt. Nog een dikke 10 seconden. Bakker nu die uitverdedigt. Akolatse krijgt hem ongelukkig op zijn achterhoofd. Bordeaux ruimte op links. Heeft hij het gezien? Ja, Seuntjens wel. Die weet dat hij naar Van Krooi moet. Van Krooi niet langs El Madioui. En dan fluit Lindhout voor het laatst hierop de toekomst. Zien we uiteraard opgeluchte Amsterdamse gezichten. VVV Venlo weet opnieuw niet te winnen hier op de toekomst. Het blijft vandaag steken op 2-2.